Dames van K3, ik moet nog even iets bekennen. Ik ben daar niet zo heel fier op. Maar je weet, je kan het internet niet aanzetten of je komt bij die Ice Challenge Bucket Race. Dat ken je. Ja, sorry, jullie worden nu een beetje leeggeplukt. Ja, het is zo. Alle Oprah Winfrey's, alle Bart de Wevers, iedereen heeft het gedaan. En gisteren had Frank de Bozer mij genomineerd. En ik had het dus vlaggen, die emmer met die ijsblokjes, hè. Je weet dat wel, hè. Voor... Nee. Maar dat is voor ALS. Dat is heel belangrijk. Dat is een verschrikkelijke spierziekte. Dat is iets heel ernstig. En ik heb jullie genomineerd, heb ik. Gaan jullie daarmee akkoord? Ik heb het deze week al eens gedaan, dus voor het goede doel wil ik dat vast en zeker nog een tweede keer doen. Maar ik weet niet, dat... Ja, ze zijn met drie, hè? Ja. Karen? Wel, ik was al genomineerd en ik dacht, ik kan doen of ik dat niet heb gezien, maar nu moet ik wel. En Josje? Josje? Goh, ja, met plezier eigenlijk wel. Het is wel met ijs en al, hè? Ja, Maar, Bart, jij hebt het goede voorbeeld gegeven en daar zijn beelden van. Ja, dat is waar, dat is waar. Ik bedank Frank de Bozere voor de nominatie. Als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het water. En zeker niet mijn ijsblokjes. Maar voor ALS, alles. Ik nomineer K3, Christophe en de Romeo's. Dank u wel. Go, boys! Wow! Op de boeren! Blanke binnenge! Oké, wie is er eerst? Ik heb hier... Ja, Ik heb een oranje emmer met ijsblokjes. Een oranje emmer. Oh my god. Ik ben zelf kernat. Hier Bart, jij mag de volgende doen. Ja, ik ben even weg. Nee, het is een zwarte. Het is een zwarte, dat is een zwarte. Weg. Ja, oké. Niet uitgaan over de ijsblokjes. Dames. Mijn welgemene excuses. Ga jullie maar vlug terug droog maken en opwarmen. Ja, sorry. Geef ze een geweldig applaus. Ja, en die ijsblokjes. Erik, die ijsblokjes moeten weg, hè. Die ijsblokjes Bart, als je nog zo'n fantastische ideeën hebt...